President Santokki heeft op 21 november 2024 de strategische groep voor olie- en gasbeleid geïnstalleerd. De groep bestaande uit 30 deskundigen zal een beleidskader ontwikkelen om de toekomstige olie- en gasinkomsten van Suriname goed te beheren. Het doel is om verspilling te voorkomen en de opbrengsten eerlijk te verdelen met aandacht voor onderwijs, gezondheidszorg en milieu. De voorzitter is Martin Schalkwijk. De bouw van het scholencomplex in Brokopondo is op 21 november 2024 gestart met de eerste steenlegging in aanwezigheid van minister Henry Orry van Onderwijs. Het complex, een samenwerking met Sijin Rosebelt Gold Mines, komt op terrein van 15 hectare dat is beschikbaar gesteld door het traditioneel gezag van Brokopondo. De financiering komt van het CIMIF en het Rosebelt Community Fund. Minister Orry benadrukte de noodzaak van onderwijs in de afgelegen gebieden en de focus op de ontwikkeling van onderwijssystemen in districten zoals Marowijne en Sipaliwini. Het complex moet op 1 oktober 2025 operationeel zijn. Minister McAndrew heeft op 21 november 2024 de Raad voor Coöperatief Wezen opnieuw benoemd voor een termijn van 3 jaar. De Raad speelt een belangrijke rol in de bevordering en begeleiding van coöperaties die bijdragen aan werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid. De minister benadrukte dat coöperaties een krachtig instrument zijn voor economische en sociale doelstellingen en pleitte voor meer synergie binnen de overheid om coöperaties te stimuleren. Claudette Etnel werd herbenoemd als voorzitter.